koppigheid. Ja, koppigheid. Andrew Jackson kwam ermee in de 19e eeuw al. Ja. Dus dat de democraten die zijn koppig, vasthoudend en als een ezel is dat ook. Dus hij zag het als een groot compliment. Ja, hij was de oprichter van die democratische partij. Volgende week dan de hele nacht lang samen naar die verkiezingen te gaan kijken. Want natuurlijk toch wel super belangrijk. Dus ja, Florida, 29. Nou ja, dus 90, dan zetten we, dat wordt waarschijnlijk de olifant, maar je weet het niet. Dan zetten we de olifant 29 stappen vooruit. En als er bijvoorbeeld uit New York, dat zal wel de ezel zijn, dan gaat de ezel zoveel stappen vooruit. Degene die zeg maar het eerste bij de 270 is, die heeft gewonnen. Maar dat is aan de andere kant van de terrein dan, van de markt, als we het daar zouden halen. Wie gaat er winnen dan, eigenlijk? Ja, de mensen zeggen nu wel Biden, maar... Wie is dat eigenlijk? Biden is van de democraten. We hadden vroeger Hillary Clinton bijvoorbeeld en Obama was een democrat. Oh ja, die vond ik leuk. Ja, die echt idioot. Ja, die weet ik. Barbara Ome en Ralf. Van Hettem. Van Hettem. Jullie zijn, jullie zijn zeer betrokken Middelburgers. Jij bent docent bij Neolenia. Ja, klopt. Onder meer. Nederlands geschiedenis en maatschappijen. Dat gaat nogal. En je zit ook nog bij de Zeeuwse Volksuniversiteit en in de Provinciale Staten. Ja, dat klopt ook. Ja, en Barbara Ome, jij bent ook van alles en nog wat. Onder meer betrokken bij de UCR. Ja. Maar je zit ook in de politiek. Nou, ik ben hoogleraar aan UCR en daar ook verantwoordelijk voor ons vrijheidsprogramma. En ik wil kijken of ik in de Tweede Kamer kan komen. Maar dat is nog, dat moet nog gebeuren, zeg maar. Ralf, die zit er al en bij mij is het alleen nog maar een plan. Dus, ja. Maar ik geef nu gewoon lessen aan de Roosveld, aan het University College. We zijn hier in het kunstlokaal en jullie zijn olifanten aan het schilderen en ezels. Wat is precies de insteek? Want er komt een Amerikaanse verkiezing aan natuurlijk en daar heeft het mee te maken. Ja. Dus het idee is dat we met wie maar wil, uit Middelburg, Zeeland, ver daarbuiten, dat we samen online de verkiezingen gaan kijken. En dat is dus 's nachts, dat is van de nacht van 3 op 4 november. En dan hebben we een heel Zoom-programma met oud-studenten, met commentaar, met muziek, met een quiz. En is dan de UCR of is dat samen met de Neolenia of hoe moet ik dat zien? De Neolenia helpt hier mee door deze ezel en deze olifant te maken. Alleen iedereen die wil is welkom. We hebben het opgezet vanuit de samenwerking van de UCR. De HZ helpt mee, de Zeeuwse Volksuniversiteit helpt mee. Het RIAS, dus de Roosveld Institute for American Studies. Maar we hebben bijvoorbeeld ook al met sommige ondernemers waar je af kan halen, afgesproken dat mensen daar 's ochtends slechte Amerikaanse koffie en bagels kunnen halen. In Middelburg is dat? Ja, bij Espresso bijvoorbeeld. Oh ja. Dus daar kunnen mensen 's ochtends na die hele nacht nog een kop koffie halen, ook voor het gevoel. En een Big Mac erbij of zo, iets in die geest. Nou, onze studenten die gaan bezorgen 's nachts. Oh ja. Dus dan kun je ook, terwijl je zit te kijken, kun je zeggen van nou, ik heb zin in een hamburger. En dan is het een kwestie van bellen. Bellen naar de UCR? Of... Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, en die gaan die bezorgen dan Amerikaans eten. Dus we proberen het ook wel zoveel mogelijk. Het wordt online natuurlijk vanwege corona. Maar dat je wel ziet dat het in Middelburg is. En daar is ook waar deze olifant en ezel een rol in spelen. Ja, want veel dingen gaan online plaatsvinden. Maar niet alles, want we gaan een hele race houden tussen een olifant en een ezel. En de olifant die staat voor de Republikeinse Partij. Dat is het symbool van de Republikeinse Partij. En de ezel staat voor de Democratische Partij. En zoals het in de Verenigde Staten gaat, het is een race wie het eerste bij 270 kiesman is. Dus dat is wat ze daar zo in de Verenigde Staten kunnen verdienen. En wij gaan kijken wie dat gaat winnen. En elke keer als er kiesmannen erbij komen, dus die uitslag is bekend van een staat, dan gaan wij de olifant een beetje verschuiven. En anders dan als de democraten winnen, dan verschuiven we de ezel een stukje. En waar komen die te staan dan? Nou, we hopen dat ze op de markt mogen staan. Huis. We hebben nog gevraagd of dat mag. En anders ergens op een parkeerplaats echt achter. Maar we hopen echt op de markt. En mooie prijzen te winnen. Want iedereen kan zich dus inschrijven, of alleen of met een team. En dan het 's nachts volgen. Nou, dan is het bijvoorbeeld echt een hele leuke pubquiz. Nou, daar kan je een prijs mee winnen. Het wordt superleuk. Dus je gaat gewoon op dinsdagavond met een zak chips op de bank zitten. Je kleedt je Amerikaans aan. Je bestelt een broodje hamburger bij Elliot. Je doet mee met de quiz. Je leert dingen over Amerika. Je kijkt hoe het gaat met de verkiezingen. Dus het wordt gewoon ook echt leuk. Gewoon leuk. En het is ook echt een Middelburgs Amerikaans evenement. Wie hopen jullie dat ze wint? Van de twee... Nou, ik ben toch de ezel hoor. Ja? Nee, ik hoop dat geen van tweeën wint, want alle twee zijn ze conservatief en behoudend. Maar als je moet kiezen, dan zeg je Joe Biden. Ja. Want die is het minst erg van de twee. En dames, hebben jullie daar nog een mening over? Hopen jullie dat er iemand wint? Of zal het jullie wel een worst zijn? Maakt helemaal niks uit. Nee? Nee.
En in Nederland, is de Nederlandse politiek wel interessant of... Oh, wacht, uit wie komen we kiezen? Ja, je hebt Biden en je hebt Trump. Oh, ik ben niet voor Trump. Nou, kijk. Ik ben voor de